Hoe werkt een chatbot? Je maakt vast wel eens gebruik van WhatsApp, Slack of Facebook Messenger. Bedrijven gebruiken ze ook telkens meer voor customer service, verkoop of om een afspraak met je te maken. Dit noemen we ook wel social messaging. Een chatbot kan zo'n gesprek automatiseren. Dus jij typt één ding, de chatbot herkent het en geeft je een automatisch antwoord. Ken je de oude Furby nog? Je zei wat en dan reageerde je Furby. Maar dan alleen op bepaalde woorden en regels. Chatbots draaiden eerst vooral op zulk soort regels. Hierdoor was lang niet ieder antwoord dat je kreeg relevant. Maar nu artificial intelligence steeds meer opkomt, word je als klant steeds meer op je wenken bediend. Sterker nog, chatbots worden ook steeds meer zelflerend. En dat scheelt tijd. Een slimme chatbot kan je dus direct op weg helpen. Ze helpen nu bijvoorbeeld met het aanvechten van parkeerboetes, je meterstanden doorgeven en zelfs vluchtelingen met een asielaanvraag. Een lange procedure die advocaten eerst uren tijd kostte, kan een chatbot dus gewoon voor je doen via Facebook, helemaal gratis.